zijn hier vandaag bij elkaar op deze eerste Prinsjesdag van openbare basisschool De Weijer. Wij zijn sinds vandaag een vreedzame basisschool. Dit betekent dat we de klas en de school als een leefgemeenschap beschouwen, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. De grondwet van De Weijer. We helpen elkaar zodat iedereen zich veilig kan voelen en met plezier kan leren. We accepteren dat iedereen anders is, niemand is meer of minder waard. We lossen conflicten vreedzaam op. We doen aardig, luisteren naar elkaar en proberen de ander te begrijpen. We gaan zorgzaam met elkaar en onze spullen om. We hopen dat iedereen zich aan deze grondwet zal houden en daar zullen we ook streng op toezien. De grondwet van De Weijer, zowel hier als op de Vissendijk, een hele mooie plek hier in het gebouw krijgt. Het wordt nog mooi voorzien door jullie. Maar nu we dit voor elkaar hebben en de grondwet ook officieel is gepresenteerd, vinden wij dat daar ook een feest bij hoort. Daarom wil ik graag een aantal jongens en meisjes van groep 8 uitnodigen. Welkom! Kom, waar is het feest dan? Hier, hier, kom. Waar is het feest dan? Hier, hier, kom. Waar is het feest dan? Hier, hier. Wij zijn hier vandaag omdat we sinds vandaag officieel vreedzame basisschool zijn. Dat hebben we geopend met een soort van Prinsjesdag. Vandaar de hoed. Waarbij de kinderen, en dan in het bijzonder een Willem-Alexander en een Maxima, de koning en de koningin, de grondwet hebben voorgelezen aan de kinderen. En dat is dan de aftrap, waarbij we vanaf nu vreedzame basisschool zijn. En de komende anderhalf jaar nog ook daarnaast als leerkracht en directeur en leerlingen worden getraind in hoe doe je dat nou. En daarnaast krijgen alle groepen van de groep 1, dus echt de jongste kleuters, tot en met groep 8, twee keer in de week lessen. En dat zijn dan vreedzame schoollessen, waarin zij leren wie ben ik en waar mag ik trots op zijn. Wie ben jij en waar mag jij trots op zijn? Hoe gaan we nou goed vreedzaam met elkaar om? Maar ook, wat doen we met de omgeving? En want die mogen we niet vergeten. Wat doen we bijvoorbeeld met de oudere mensen in Almelo? Wat doen we met het gebouw? Wat doen we met de wijk waar we staan als school? Dus we maken onze eigen leefgemeenschap.